Deze keer heb ik Dena als model. Ik heb het haar voorbewerkt met de krulten. Aan de onderkant deel ik een strook af. Het onderste deel verdeel ik in tweeën. Ik ga twee plukken linksom twisten. En dan draai ik die rechtsom over elkaar. Dan van beneden naar boven voorzichtig loshalen. Ik zet hem vast met een elastiekje. Ditzelfde herhaal ik bij de volgende pluk. Ik heb een nieuwe strook haar en die deel ik in drieën. Ook deze ga ik weer twisten en draaien. De laatste pluk die deel ik ook in drieën. Pak nu de bovenste drie plukken en maak daar een losse invlecht van. Ik pak er steeds weer een pluk bij. Aan de onderkant draai ik een pluk haar eromheen die ik vastzet met een schuifspeldje. De overige elastiekjes haal ik eruit. Als laatste weer de plukken aan de voorkant. Ik twist ze linksom en draai ze rechtsom. Leg ze over de vlecht heen en zet ze vast met schuifspeldjes. Hetzelfde doe ik ook met de linkerpluk. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!